Eugène Pretorius, een verstommende toneel uit die Creurwiltuin van een magdomquelia wat om een watergat swerm. Olifanten staan verward en toekyk. In hierdie beeld is daar heel moontlik in die orde van 20 of 30.000 individuele voeltjies wat as een enkel organisme saamvlieg. Nou, die redes hiervoor is interessant. Dieren in groepen verseker dat predatiedruk op die individu verminder word. So die kans as iemand jou jaag, is dat jou buurman gaan opgevreet word en nie jy nie. Maar nog meer interessant is, hoekom bots hierdie voels nie met mekaar nie? En die kort antwoord is dat ruimtelik om elke voel is daar evenredige spasie. Maar dit beteken ook dat enige prikkel aan die rand van die groep sal reg deur die hele swerm beweeg. En dit is hoekom hulle so rondswaai. Iemand skrik of word verjaag en binnen een deel van een seconde reageer die hele wolk van individue asof dit een superorganisme is.